Het was al heel jong eigenlijk dat ik begon met tekenen. Dat komt een beetje door mijn biologische vader. En hij was hoofdontwerper bij een grote scheepwerf in Amsterdam. En hij tekende dus alle schepen die daar gebouwd werden. Hij maakte de eerste schetsen, de eerste ontwerpen. En nou ja, het zit in de genen blijkbaar. Ik heb het van hem meegekregen, dat ontwerpen. En mijn moeder is dan hertrouwd dat ik 7 was. Nou, die vader die beschouwde echt mijn vader. En die was ook een bootjesgek. Toen ik 9 was, liet hij een motorjachtje bouwen van 11 meter. Stalen casco. En als jonge jongen ging ik altijd met hem mee. Helpen timmeren, schilderen, gereedschap aangeven. En nou, na 1,5, 2 jaar bouwen was de boot klaar. En toen zat ik vanuit het stuurhuis allemaal mooie schepen die voorbij kwamen. Die zat ik allemaal, probeerde ik na te tekenen. Allemaal grote luxe jachten die we voorbij staan gevaren. Ik heb MTS gedaan, werkbouwkunde. Dus niet echt iets in de jachtbouw. Maar ik heb later wel avondschool ben ik gaan doen. Binnenhuisarchitectuur en interieur tekenen. En eigenlijk door de passie en doordat ik al zoveel boten getekend had en ontworpen had. Ja, ben ik daar gewoon in doorgegaan eigenlijk. Nou, ik denk dat je mijn signatuur een beetje kan herkennen. Het echt wel scheeps is, de jachten die ik ontwerp. Het zijn echt wel stoere schepen. Maar wel met een moderne touch eraan. Moderne vormgeving, moderne details. Als ik in Amsterdam langs het IJ loop en ik zie daar een of andere patrouilleboot of een sleepboot voorbij varen, daar kan ik al geïnspireerd door raken. Ook auto's die ik zie, of op autoshows of wat dan ook. Bijvoorbeeld hoe het interieur, hoe stoelen gemaakt zijn, dingen. Dat materiaalkeuzes, dat neem ik ook allemaal in me op. En door zelf al mijn hele leven te varen met motorjachten en ondertussen ook met zeiljachten en wedstrijden zeil. Ja, leer je ook hoe het aan boord eraan toe gaat. Wat ik net al aangaf met die ergonomie. Wat belangrijk is, hè, dat je op de goede momenten de handgrepen hebt en dat de trappen goed lopen. En dat zijn belangrijke items, denk ik, die als je nooit gevaren zou hebben, ja, dan heb je geen idee van wat er aan boord gebeurt. Dan mis je dat. En dat mis je dan in het ontwerp ook. Meestal ben ik het trotste op het laatste ontwerp wat er afgebouwd is, wat te water is gegaan. Dat is altijd wel weer een mijlpaal. Je bent toch een goed jaar met het hele project bezig. Vanaf ontwerp tot de waterlating. Een jaar, 1,5 jaar soms. En op dat moment dat zo'n schip te water gaat, ja, dan ben ik ontzettend trots op wat er dan weer ligt. Het leukste van het ontwerpen vind ik nog steeds de creativiteit die ik krijg. En de vrijheid die ik vaak krijg van mijn opdrachtgevers. Die vertrouwen hebben in mij en dus ook bewust bij mij komen. Van nou, als ik bij Arnold kom, dan krijgen we zo'n soort ontwerp. En het schip gaat op een gegeven moment de water en de klant is blij en die maakt mooie vakanties ermee. Dat is mijn drijfveer. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Mijn droomboot, ja, dat kan heel divers kan dat zijn. Ik bedoel, ik hou van, net als met auto's, ik hou van Range Rovers, ik hou van Porsches. En dat is met boten hetzelfde. Ik hou van hele snelle, moderne schepen, maar ook van hele stoere, traditionele schepen. Dus echt een droomboot voor mezelf, daar zou ik wel een paar nachtjes over moeten slapen, denk ik. Omdat het kan heel divers zijn.